Ik ben Eppo Bruins, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie in Den Haag. De laatste tijd word ik steeds meer bepaald bij Psalm 127. Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zoeken de arbeiders. Maar ook als de Heer de stad niet bewaart, te vergeefs waken de wachters. Als ChristenUnie-Kamerleden willen we dienstbaar zijn aan de Heer. En in dat ambt kan het belang van gebed nauwelijks overschat worden. En daarom is het belangrijk dat wij een biddende partij zijn, een biddende fractie zijn. Maar hebben we ook gebed van anderen nodig. Want als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zoeken wij hier als arbeiders. En daarom roepen wij u op om ook voor ons te bidden. En om voor leven te bidden. En voor gerechtigheid. Dat willen we graag als ChristenUnie-Kamerleden aan u meegeven.